Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is zondag en het is 7 uur. Kaleren. Ja, ik ben net wakker geworden, want Shane heeft een voetbaltoernooi op AFC. En mijn ouders zijn vast naar Curaçao een dagje eerder. Wij gaan morgen, Quincy, Shane en ik. Maar ja, daarom had Shane en mijn ouders gevraagd van, heb jij zin om mee te gaan? En dat vind ik superleuk, want ik vind het altijd leuk om met mijn broertje te doen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het heel vroeg vind. Ik ben dus nu mijn tas aan het pakken, want daarna ga ik naar Amsterdam. En daar blijf ik ook. Dus ik doe alles even in mijn tas. Een kussentje. Dit zijn trouwens echt de chillste kussentjes voor het vliegtuig. Maar goed, ik ga even dit allemaal in mijn tas doen. En dan op naar Amsterdam. Ik ben met Eer en we eten snacks. Heerlijk. Ga zitten, Mundo. Waar moet je filmen? Je bent al aan het filmen. Ja, alles wat je nu doet. Ik ben aan het filmen. Echt zin. Ja. Je hebt die video toch gedaan met Ruben en Justin Clifford? Ja. Waar moet je niet? Hoeveel ze ben je geworden, Shane? Maar je hebt het goed gedaan. Trots op je. Ja, we gaan nu naar de prijsuitreiking. De spannende finale, met zelfs een verlenging, is geworden onze buren van Buitenvelder! Yeah! Applaus voor Buitenvelder! Yeah! Yeah! Essen! De winnaar van de F'jes, Roodwijs Essen! Hey! Hey! Hey, jongens, ik ben lekker thuis en Shane is tweede geworden. Volgens mij is dat wel duidelijk geweest, maar als het niet duidelijk was, bij deze. Ja, hij heeft echt super goed gespeeld, zijn hele team trouwens, maar ik was echt trots op hem. Hij heeft 9 keer gescoord. Ik heb het eigenlijk maar 1 keer gefilmd, ja, en dan die penalty, maar ik weet niet of die... Eén keer heb ik gefilmd, was het heel ver. Maar goed, 9 keer dus, super trots. Ik ben ondertussen ook even mijn koffer gaan inpakken. Want ik ga morgenochtend vroeg weg. Ik maak dan altijd een lijstje, dat vind ik super handig. Dat is echt een tip, want dan schrijf ik gewoon op wat ik nodig heb en dan vink ik het af. Dan weet ik ook, als ik hem zeg maar, tijdens ik het aan het doen ben, wat ik in heb gedaan, anders vergeet ik het. Ik ga ook zo even koken en ik heb mijn jas aan omdat ik het koud heb. Oh ja, ik moet trouwens ook nog even filmpjes op deze iPad gaan zetten van het vliegtuig. Want ik moet echt alles gaan doen om me niet te gaan vervelen en te kunnen nadenken over dat het vliegtuig gaat neersorten. En ik heb pillen om rustig te blijven. Maar dat gaat helemaal goed komen. Zo ga ik even koken en dan ben ik weer bij jullie terug. Dit zijn de films die ik heb gedownload. The Trust, Vissa en The Finest Hours. Vissa heb ik nog niet gezien, maar heel benieuwd hoe die is. Dit gaat over een boot, crash of zo. En dit gaat over iets van een overval. Ja, heel leuk klinkt dit allemaal, maar die heb ik dus voor het vliegtuig. Pizza! Zo jongens, ik heb even gedoucht snel en even opgefrist. Dan is goed, me geschoren zodat mijn scherpraat in mijn koffer kan. Dat heb ik trouwens nog niet gedaan, dus ga ik nu erin leggen. Ik ga eigenlijk heel weinig doen. Gewoon chillen. En, oh ja, trouwens, ik heb echt super veel leuke reacties gekregen op die winactie. Ik had niet verwacht dat ik zoveel reacties zou krijgen. Echt super leuke berichten van jullie allemaal, dus echt bedankt. Daar ben ik super blij mee. En nogmaals, bij de 10.000 abonnees ga ik hem verloten. En ik kan niet wachten om hem te verloten. Maar dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe snel
ik de 10.000 haal. Dus ja, dat. En nu ga ik gewoon chillen. Ik weet niet zo goed wat ik ga doen. Dus ja, jullie zien het wel. Oké, jongens. Ik ben super blij. Want ik was dus mijn kaartje vergeten. Dat mijn vlogs op staan en halen. En toen heeft de moeder van Tijn ze gebracht net. Dus het is echt super lief. En nu ben ik dus bezig met editen. En daar heb ik dus wel minder zin in. Maar weet je wat het is? 2 vlogjes, dan slapen. Nee, ik ga later proberen te slapen, zei ik al. Maar, welke dag het vandaag is? Ja, het is zondag. Ja. Kunnen uit. Ben je lauw? Je wilt toch laat slapen? Nee, ik ga niet uit. Nee, ik ga niet uit, ouwe. Maar, ja, dat dus. Editen. En ik ben klaar! En nu kan de vakantie echt beginnen. Ik heb er echt zin in, jongens. Echt heel veel zin. Ik zie dat het regent. Het is aan het regenen, kijk even. En ik ga morgen lekker naar 32 graden. Ik heb echt zin in. Ken je dat? Zeg maar, ik weet niet of sommige mensen dat hebben. Ik heb het wel. Dat ik heel erg hard op mezelf kan lachen. Gewoon, ik kan heel hard op mezelf lachen. Maar heel veel mensen hebben het. Kut! Fuck! Shit! Tering! Dat mag ik helemaal niet zeggen. Ik denk ik laat mijn shirt even luchten. Godverdomme. Helemaal nat. Nou, lekker dan. Die ken ik nog ook niet aan. Nou, top. Weet je? Top. Ik heb trouwens ook een barbecue gekregen van mijn oom. Hij zei tegen mij, yo, ik heb echt een vet chille barbecue, vet groot. Are you kidding? Gewoon een kleintje. Maar ik ben er wel heel blij mee, weet je? Weet iets of niet? Ik heb echt niks op mijn dakkras. Dus dat ik echt tijdens het jaar achteraan ga. De moestuintjes gaan echt goed. Ik zou net tegen Shane wil jij ze meenemen. Want ik, ja, heb ze zeg maar genomen voor Shane. Omdat hij, maar hij is heel druk, zeg maar. Dus ik dacht... Ik ga ze voor hem zorgen. Als ze groot zijn, geef ik ze mee. En net was hij hier, want de vogels heeft hij opgehaald. En toen had hij ze niet hebben. Dus lekker dan. Dus die gaan we gewoon dood, want hij geeft ze sowieso geen water. Maar goed, mijn shirt is nu nat. Die moet ik dus nu over de verwarming leggen. En ik ga slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb super veel zin in morgen. Morgen ga ik echt om 7 uur wakker worden. Want dan ga ik richting Schiphol. Ik meet Shayna en Quincy daar, want daar vlieg ik mee. Ja, heel veel zin in. Tot morgen. Oh ja, vergeet niet te abonneren en een duimpje. 10.000 abonnees, ga ik het shirt weggeven. Doei doei! En Tijn, wil je nog een dag zeggen? Ja hoor. Want ze zien je 10 dagen niet. Dag! Tot over 10 dagen. Later! Later!